Het mager varkensvlees wordt samen toegevoegd met ijs, zout en fosfaat en fijn gekutterd. Hierbij is het belangrijk dat de temperatuur van het deeg niet hoger dan 5-6 graden is. Het vetweefsel wordt toegevoegd samen met de kruiden, suiker en ascorbaat. Er wordt gekutterd tot een temperatuur van ongeveer 13 graden. Het deeg wordt gevacuumeerd om de lucht te verwijderen uit het deeg. Het deeg wordt afgevuld in darmen en dichtgemaakt. Het deeg wordt gepasteuriseerd bij een omgevingstemperatuur van 76 graden tot een kerntemperatuur van 72 graden en vervolgens afgekoeld in de frigo.